Ja, het is er een mooie avond voor. In Den Bosch wordt vanavond de opera op de parade gehouden. En collega Tom van Oetelaar op de parade. Nou, jij zit er dan helemaal klaar voor. Achter jou zitten de mensen al te wachten, hè? Nou, en sommige mensen, Cindy, zitten hier al 6 uur te wachten. Mensen komen goed voorbereid hier aan. Het is inmiddels al voor het 8e jaar, volgens mij, dat hier de opera op de parade is. Kinderen zijn ook goed voorbereid, zitten rustig te loenen hier naast me. En de ouders, ja, die lekker drinken, hè? Je kent dat wel. Ze komen hier aan goed voorbereid met koelboxen en met grote tassen. Mevrouw, wat hebt u allemaal meegenomen? Nou, van alles. Een kopje thee en wat lekkers te snoepen voor de middag en voor vanavond een maaltijd. Zo, mevrouw. U hebt het mooi bekeken. Helemaal vooraan. Ja, we waren er vroeg, hè? 5 uur van tevoren. Ja, maar vorig jaar waren we rond 1 uur of 3, 4. En toen zaten we al bijna helemaal achteraan. Dus, U dacht, mij hebben ze niet meer. Het is lekker weer. Leesvoer bij me, dus ik kom mijn tijd heel goed door. We zijn net aan het roddelen, hoor. U bent net aan het roddelen, ja, meneer. Aan het roddelen dat er een verplichte stoelrugmeting moet komen. Zo, wat loopt de spuigaten uit daar? Heeft u dat gezien? Wat bent u van elkaar? Vriendinnen. We hebben ons vaste stekje hier. Maar ik zie aan uw button, mevrouw, dat u... U bent een echte liefhebber. Ik ben een liefhebber van de paradeopera. Is dat voldoende antwoord? Ik kom al voor opera is leuk, maar het moet wel op een gekke plek zijn. Het moet op een speciale plek zijn en met leuke mensen. Nou, dat ziet er in ieder geval heel gezellig uit, die leuke mensen. Is allemaal wel geregeld. Waar gaan ze naar kijken vanavond? Ze gaan kijken vanavond naar La Traviata van Verdi. Uitgevoerd door Opera Zuid, de Philharmonie Zuid-Nederland. Dat is wat vroeger het Brabants Orkest was. Die zijn gefuseerd met Limburg. En La Traviata, ja, ik ben zelf geen operakenner. Ik moest het even opzoeken. Maar in La Traviata leidt Violetta een feestend leven. Waaraan ze niet kan ontsnappen. Zonder haar grote liefde, Alfredo, danst ze uiteindelijk op een versleten parketvloer, eenzaam haar dood tegemoet. Ja, het is opera, dus het moet groot en meeslepend en helaas ook dramatisch eindigen vanavond. Ja, maar daar komen de mensen dan ook voor natuurlijk. En hoe laat gaat het allemaal beginnen daar? Om 8 uur, dan gaat het hier los en dat is allemaal te zien bij ons op Omroep Brabant. Allemaal live. Dankjewel Tom van de Oetelaar. Veel plezier daar vanavond. Ja, en hij blijft nog even werken, want ook wat morgenochtend ziet u natuurlijk een verslag van.